Welkom iedereen. Mijn naam is Hans Knotter. Ik ben voorzitter van de werkgroep Provinciale Dijkbewaking. Wij organiseren vandaag deze landelijke bijeenkomst. Nou, een van de producten die wij hebben opgeleverd, misschien ben je allemaal wel bekend, is het handboek Dijkbewaking. We hebben getracht om dit vandaag gedrukt te krijgen. Het is helaas niet gelukt. 7 februari staat nu de druk. In ieder geval onze communicatiemedewerker heeft mij verzekerd dat ik hem op 7 februari heb. Maar we wouden toch even symbolisch alvast het handboek aan jou overhandigen. Zodat jullie ook weten, er komt een nieuw handboek aan. Vandaag is een feestje, hè? Dat zagen jullie net al aan het prachtige rijtje wat Hans zo voordroeg. Een feestje, er is echt mooi werk gedaan. En jullie hebben ook echt iets gedaan wat ik eigenlijk bij de rest van het werkveld zelden of nooit zie. Namelijk dat jullie erin geslaagd zijn vanaf de werkvloer af gezamenlijk uniformering door te voeren en aan professionalisering te werken. Misschien doe ik andere collega's daarmee tekort, maar er is hier wel iets heel bijzonders gebeurd. En dat mogen jullie best vieren en trots op zijn. Tegelijkertijd, dames en heren, professionaliseren houdt nooit op. Als werkgroep organiseren wij landelijke bijeenkomsten waar wij onze producten presenteren en promoten. En we vragen dan als de waterschap onze producten gebruikt, terugkoppeling te geven aan de werkgroep, zodat wij op basis van hun op- en aanmerkingen weer de producten kunnen gaan aanpassen. Zodat we met z'n allen werken aan een verhoging van de kwaliteit van opleidingen en formulieren. Dus de cirkel van idee tot product en weer terug naar de gebruiker, als het ware, die sluiten jullie gewoon op een hele goede manier. Nu dat we dit vandaag gedeeld hebben, dat er nog gelegenheid is om daarop te reageren. Om echt de puntjes op de i te zetten en dat ook bij zoveel mogelijk waterschappen in te kunnen zetten. Waaronder Rijn en IJssel. Ik vind de producten die tot nu toe opgeleverd zijn. Sommige hebben wij al zelf geïmplementeerd en onze werkwijze gemaakt. En andere zijn wij zoekende naar om ook te kijken waar de raakvlakken zitten. En dat vind ik zeer nuttig. Ja. Wij als HDSR gaan er in ieder geval volop gebruik van maken. En ik vind het leuk dat ik daar als wateropleiding ook een beetje onderdeel van mag zijn. Rijkswaterstaat werkt met prestatiecontracten. Dus we zouden deze producten kunnen opnemen in onze contracten als zijn een voorwaarde waaronder aannemers bij ons aan de slag kunnen gaan. Het moeilijkste van een product van de STOA is dat het geïmplementeerd wordt. Maar ja, nu is het is running. Ik bedoel, het is hot. Ja, maar je ziet gewoon, ze willen dat boekje allemaal hebben. Ze vallen over elkaar heen om extra boekjes te bestellen. Op kennisdag gaan wij een masterclass geven. Daar vertellen we eigenlijk in het kort hoe onze opleidingen lopen. En we gaan er gewoon een korte case doorlopen van waar we alle producten gaan behandelen. En ik had van Ludo begrepen dat alle deelnemers van de kennisdag dit boekje meekrijgen als relatiegeschenk voor de kennisdag 2018.